Dan naar de onderste regionen in de Jupiler League. Almere City in het zwart is nummer 16, Telstar in het wit is nummer 15. En Almere blinkt de laatste weken niet uit in goed spel, maar het heeft wel het beste van dat spel tegen Telstar. Kans Hanne Hagari, die had er ingemogen in het Mitsubishi Forklift Stadion te Almere. Jan Poortvliet, de trainer van Telstar, weet: de ranglijst wordt nu gemaakt qua linker en rechter rijtje en Telstar zou graag richting dat linkerrijtje willen gaan. Maar dan moet het wel winnen in Almere. Dat had gekund. Er waren kansen voor Wouter de Vogel. En deze kans mag er ook zijn, zeg, voor Johan Plat. Of deze misschien dan. Nee, geen controle bij Edwin Jesse. Dus nog altijd 0-0 in wat je een hele saaie wedstrijd mag noemen. Wordt hij door iemand gewonnen? Het had hier gekund. Opnieuw Hanne Hagari, maar de redding is prima van Cor Varkenvisser. En zo zou het nog altijd kunnen. Almere City een wedstrijd winnen, ja, gekker moet het niet worden. Het heeft Vachtalië, het heeft Sidney Schmelz, maar het heeft hier geen doelpunt. Opnieuw Cor Varkenvisser. Ja, frustratie in Almere. Want het zou toch een keer moeten kunnen lukken. Misschien met deze vrije trap. Vachtalië tegen de paal. Het lukt weer niet, maar Almere City heeft één punt tegen Telstar.